Samen met mijn collega's Anton en Steven hebben wij een slimme stoomkoker ontwikkeld. Die eigenlijk verbonden is met het internet en die je eigenlijk maar met één knop moet bedienen, zijn de startknop. Want wat wij doen is bij onze klanten thuis leveren wij een foodbox met daarin verschillende vriesverse ingrediënten die voorzien zijn van een slim label. Zodat het enige wat je maar hoeft te doen als je geen tijd of geen zin hebt om zelf te gaan koken, maar toch lekker en gezond wil gaan eten, is die slimme ingrediënten voor de stomer te houden. Die herkent wat het is en geeft via een lampje aan in welk van de drie vakjes je het moet stoppen. Dus dat doe je voor alle drie ingrediënten. Je drukt op start en die slimme technologie die in die stomer zit door het Internet of Things gebeuren, gaat eigenlijk gaan overnemen hoe dat al die verschillende ingrediënten moeten bereid worden. En 20 à 30 minuten later is je maaltijd klaar. Betekent dus eigenlijk dat er eigenlijk hierboven een cloud zou gaan hangen die een verbinding gaat gaan maken naar de smartphone app. Waarin dat dan eigenlijk je digitale voorraadkast gaat bijgehouden worden. Dat betekent dus eigenlijk, als ik mijn gehaktbal ga inscannen, gaat die slimme stomer die verbonden is met het internet ook de terugkoppeling maken naar mijn smartphone app, die dan ook dat ingrediënt uit mijn digitale voorraadkast gaat nemen. Zodat ik telkens maaltijdvoorstellen in die app ga gaan krijgen, met ingrediënten die ik ook effectief in mijn vriezer heb zitten. Ja, er waren eigenlijk twee grote uitdagingen. Enerzijds op het gebied van de voeding, gaan naar 200 ingrediënten die je kan gaan bereiden, hoe dat die perfect moeten bereid worden, wat het exacte stoomprofiel daarvan is. En hoe die allemaal te gaan combineren tot die 700 verschillende maaltijden die we aanbieden. En dan natuurlijk ook gewoon puur praktisch op de hardware, het ontwikkelen van die stomer, die terugkoppeling naar het IoT, het internet gebeuren. Dat was ook geen evident, maar dat hebben mijn collega's Anton en Steven heel goed opgelost.